Wat is die nou weer? Ik heb geen zin in Chinees. Echte Chinees, Tommy. Ik trakteer. Oké. Nooit op. Zullen we hem niet meenemen? Nee, hij woont hier. Lekker vol hier. Maar ja, zolang Kong Sifu er maar zit. Wie? Opa Sifu. Die zit daar elke dag. Komt 's morgens, leest een krantje, gaat 's avonds weer weg. Iedereen draagt hem op handen. En hoe heeft Sifu dat dan geregeld? Gewoon heel oud worden. En thee drinken. Zit je met de versieren of zo? Ik ben getrouwd, Tom, en ik heb 2 kinderen. Dat zeg ik verkeerd. Ik ben gelukkig getrouwd en ik heb 2 schatten van kinderen. Daarom juist. Nou, daarom juist. Je meldt Engels helemaal. Sorry? Ik wil een grote zoon, Hou, hou. Ik wil graag een 23 en veel 55. Vind je het gek? De liftdeuren gaan opeens open en dan sta jij daar. Zomaar, pats boem. Ja, toen sta ik wel even van te kijken, ja. Is Frits beneden? Nee, Frits is niet beneden. Maar hoe ben je dan hier naartoe? Ik bedoel, gaat dat? Je bedoelt, lopen? Gaat uitstekend. Zolang MS met stok betekent, loop ik als een kieviet. Maar waarom? Ik bedoel, wat voert je in godsnaam hierheen? Ik kon mij zelf aangeven. Ik ben er vandoor, ik heb mijn biezen gepakt. Ik ben van huis weggelopen, ik ga niet meer terug. En Frits dan? Frits kan de pot op. Wat heeft hij dan nou weer gedaan dat je... Gewoon wat hij altijd doet. Maar vanochtend vond ik het opeens welletjes. Het was 7:55 om precies te zijn. En ik dacht, het is nu... Of nooit. En toen dacht ik, waar zou je naartoe willen zonder erbij na te denken als je hart laat spreken? Ja, en? Nou, hier ben ik. Ken jij dat? Dat je dingen doet zonder erbij na te denken? Nee, dat ken ik niet. Want die dingen doe ik niet. Alles hebt geen naar maat, gewicht en getal geordend. God? Nee. Bach. Oh? Bach. Johann Sebastian Bach.
Ja, leuk. Ah, ik kan dit niet, hoor. Meneer, sorry. heeft u misschien gewoon mes en vork voor mij? Want ik breek mijn vingers op die stokjes. Dank u wel. Ja, heel knap. Ja. Je moet wel knap, hoor. Nou, het wordt nog druk hier. Wat is er? Niks. ...784 maten. Dat is 7 keer 112 maten. 112 staat voor de naam Christus. Henk. Ik had al veel eerder naar je toe moeten komen. We moeten niet nog een keer zo stom zijn. We moeten niet nog een keer zo dom doen als 30 jaar geleden. Zoals we elkaar toen zijn misgelopen. Het is gewoon misdadig. Wat denk je nu? Ja, wat denk ik? Ik denk dat de 30 vette jaren nu al zijn aangebroken. En dat is geen Bach. Dan moet jij vragen wie dan wel. Wie dan wel? Van der Scheur. En dan dit zo. Hoe kan dat dan? Laat maar. Tom. Papa, ik kan niet. Als je niet opzoekt, dan is het een gevolg. Hé, en je hebt een tijdje. Hallo. Kauw niet, kauw niet. Zij geeft je een tijdje. Zijn we aan het doen? En heb je hem? Ja, die regenjas die hem daar stond te bedreigen. Oh, en die piepo met die koekenpan die is er ook vandoor. Wat doe je nou? Ik ben de toon. En wij gaan even betalen. Wat zeg ik nou? Wie wil ik lustig lachen? Wie wil ik lustig lachen? You, kom eens. Krijgen we nou? Ja. Ik ben een beetje nieuwsgierig naar wat er gisteravond gebeurd is in dat restaurant en waarom ik zo weinig gegeten heb. Maar meneer Kaushoe die spreekt geen Nederlands, dus jij gaat even vertalen. Gaat u mee? Ze is boos, Noordhold. Ze is heel boos. Ze moet iets doen waar ze geen zin in heeft en dat laat ze merken ook. Doet ze normaal, niet normaal. Doet ze die dingen niet waar ze geen zin in heeft? Ja, en ik ben haar baas. En daar moet ik nu dus aandacht aan besteden. Hé? Mijn collega's denken dat hij een leugen heeft gepleegd. Weet je wat ze zien? Je hebt niks gezien. Oh, dus meneer heeft geen bezoek gehad gisteravond. Er is niet in zijn oor gebruld gisteravond. Ik heb een buil op mijn kop van niks. Boing, koekenpan. Het is gewoon een ruzie. Er dient niemand een aanklacht in. Niks aan de hand. Ik heb van jou geen statement nodig, alleen een vertaling. Ik vertaal toch ook? Niet有什么问题吗? 问题? 从来没有问题. 等到你的同事来都叫,
麻烦，上次我头上了。 Ik heb helemaal geen problemen, nooit gehad ook, totdat uw collega hier ze kwam maken. Oh, gaat die nou nog ad rem worden ook, die Chinees van je? Vertellen? 你的同事就开心了，我从来没有给他开账单呢。 En hij stuurt je geen rekening voor de schade. Ik geloof jou niet. Ik geloof niet dat er niks aan de hand is in dat eetentje van jou, dus ga je mij nog de waarheid vertellen of hoe zit dat? 我的同事坚持认为他经历了一件勒索。 En waarom klink jij in het Chinees zo vriendelijk terwijl ik wit heet ben? Ik moet het toch vertalen of moet ik het naspelen? Vertalen. Weet je wat ze zingen? Er is niets aan de hand. Gaal. Fenzhang Baoqian, niet kan je goed halen. Ze zijn niet. Gaal. Ik heb hem mijn verontschuldigingen aangeboden en ik kan wat mij betreft en wat jou betreft naar huis. Gaal. Koekenpan. Koekenpan, hè? Je bakt er maar één koek in en toch koekenpan. Ja, het is een goed ei. Sinds wanneer houden wij ons hier bezig met iets dat lijkt op veel weg heeft van... of althans ergens in de verte misschien doet denken aan een poging tot een soort vergrijp... waar normaliter een buurtagent met een schouderklopje mee wegkomt? Als jij door rood rijdt, dan hou ik je ook aan. Koekenpan. We komen pas in actie als we door je vallen, Kaufman. Dooien. Was er wat aan de hand of niet? Ja. Hé, hé. Maar dat zijn dingen die Chinezen onder elkaar regelen. Dat doen ze altijd, al eeuwen. Ze lenen geen geld van de bank. Ze willen geen uitkering. Ze zijn geen lid van de vakbond. Ze willen geen hulp. Ze leven zonder hulp. En ze gaan dood zonder hulp. Het is een oude beschaving. Flikker eens op. Ja, jij, Kaufman. Vallen de dooien in die... Nee. Vallen de dooien in die Chinese zaak? Nee. Jij naait mij niet, ik naar jou niet. Vallen de dooien? Misschien. En dat lossen ze ook zelf op? Waarom was jij bij die Chinees? Omdat ik Tom een echte Chinees wilde laten proeven. Leuk. En? Nou, hij heeft niet zoveel kunnen eten. En dat lossen ze zelf op of dat lossen wij zelf op? Zwijgzaam volk, hè, die Chinezen. Wijs volk ook. Ga jij Tom even troosten, want die is een beetje pissig dat ik hem heb weggestuurd. Hij zegt dat hij... is suikerpatiënt en dat reageert hij altijd op mij af. Nou, misschien moet jij dit doen, want ik hou die Chinezen niet aan elkaar. Daarom heb ik ook zo'n hekel aan negers. Nee. Nee, ik hou van zwarte mensen. Ik hou van mediterrane types. Ik hou van Oosterse mensen. Alleen zou ik willen dat ze geen misdrijven plegen, want ik hou ze niet uit elkaar. Ja. Wat kost zo'n ding eigenlijk? Ja, dat heb je als gelukkige tweeverdiener. Kijk, Min Tan heet hij. 56 jaar, was illegaal, gelegaliseerd bij de generaal Pardon acties jaren 80. En sindsdien? Nou, geen SOFI-nummer, geen bankrekeningnummer, geen adres, geen niks. Nou, dat is een beetje veel niks. Ik bedoel, dat is een beetje veel om uit te zoeken. Ja. Nou, kom op dan. Kunnen we eigenlijk wat doen? Nee, je hebt de baas gehoord. Alleen als er dooien vallen. Kaufman. Loop even mee. Zo. Het Houdini-syndroom. Pardon? Houdini, dat was een grote ontsnapper uit de vorige eeuw. Die heeft ooit op ellendige wijze ontdekt dat een koelkastdeur van binnenuit moeilijker te openen is dan een brandkastdeur. En dat noemen wij het Houdini-syndroom. Ja. En is hij erin gekropen of ingeduwd?
Ga jij vaak voor de gezelligheid in de koelkast zitten? Als jij in de koelkast wordt geduwd, ga je dan zo mooi zitten? Sorry. Oh, en niet. Hey. Het lijk is dus aangetroffen door meneer De Bruin van de Keuringsdienst van Waren. Die kwam hier een controle doen. En het begon eigenlijk al toen hij binnenkwam. Toen was de eigenaar nergens te bekennen. En even later was ook het hele personeel verdwenen. Illegale waarschijnlijk. Ciao, hallo, Sifu. Oh, pijn, kwijt, hè. Hey, Liu. Wat doe je nou? Ik weet het, ik laat een getuige lopen, maar hij zegt net tegen me dankjewel, kind. Dat betekent dat ik op het juiste moment bij hem langs kan komen, snap je? Tja, daar hebben we wat aan, die culturele antropologie van jou. Hmm. Heb je even? Mag ik je voorstellen? De man die geen problemen had, de man die niet werd afgeperst, de man die niet wou praten. Hier, je Chinese vriendje. Kun je hem niet vragen of die... Nee, het heeft ook geen zin om te praten. Grote informant. Voorlopige bevindingen van mijn schouwarts. Dank je. De dood is ingetreden ten gevolge van onderkoeling. Nou, daar zal die schouwarts wel voor hebben doorgeleerd, denk je niet? Het is moord, Liu. Niemand gaat vrijwillig in een koelkast zitten die van binnenuit niet open kan. We hadden eerder moeten ingrijpen. Je hebt toch ingegrepen? Maar niet echt, weet je nog. Je hebt die man zelfs hier naartoe gebracht. Ja. Nou, dat had je misschien beter niet kunnen doen. Oh. Dus nou heb ik het gedaan. Hè? Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe die Mintan die vent uit die koelkast stond te bedreigen. En niet zo'n beetje te bedreigen. Dus ik zou zeggen, laten we die Mintan oppakken. We kunnen hem toch gewoon oppakken? Of is het een vriend van je? Familie? Een kennis? Of behoor jij ook tot zo'n zwijgzame clan die alle rotzooi maar wegstopt? Weet je, Tom, ik... mag jou. Ik mag je zelfs heel graag. Maar? Er zit een grens aan? Ja. Liu, waarom stop jij niet met dat... dat Chinese gedoe? En waarom doe je niet zoals je altijd doet? Nou, ik zou wel willen. Ik heb alleen één probleem. Ik ben Chinees. Het zitten jullie toch eindeloos te ouwe hoeren? Ik kan het allemaal horen in mijn hok. Mintan, Mintan. Waarom pakken jullie Mintan niet op? Je kan hem toch gewoon oppakken? Of denk je dat hij vanzelf hierheen komt als je maar lang genoeg ouwe hoort? Nee, van de Scheur. We weten alleen nog niet waar Mintan zit. Nou, dan doe je toch navraag overal in de buurt. Niet dat het veel uitmaakt, want die Chinezen zeggen toch niks. Maar in elk geval, dan zijn jullie bezig en dan ben ik van het gouden hoer af. Hey Tom, als jij toevallig langs een bloemenstalletje komt... Nee. Liu, als je langs een bloemenstalletje komt, kan je dan misschien... Nee, ja, dan kan ik zelf niet te geloven zijn. Yo, meo, kan door deze zomer. Nee, meo. Nee, ja. Zijn naam is Jiao Mintan. Oh, dat is wat ik nooit meer gezien. Liu. Hallo. Niet hallo. Ja. 这个东西你不用付钱，你不用付钱了。对，我答应了。真的，你不用付钱了，我送给你。OK，leuk，dank u wel。OK，再见。哎，van die mevrouw。Aardig hè？Ja。En hier staat hoe je ze vast moet houden。Oh。哎，你也mag met me mee als je me één ding belooft。Je zegt niks，maar wel ook helemaal niks。We gaan heen dan。 喝茶了。啊，唔该，公师傅。
好歡迎你哋今日嚟探我，我一直等，我從朝到晚都等，等移民，移去一個我都唔係好熟悉嘅地方，不過嗰度有我嘅父母，有我嘅祖宗。 我哋喺旧书嗰度留过个嚟公司库，嗰度有个男人，佢个名面吞。今日我哋喺书柜里面揾到旧书，死咗。边个作恶多端，就边个先死啊！ 凉风又顺，秋月无边呢，我思乡啊情切，真系度日如年。我冇看。 多谢晒，龚师傅。Het is toch geen verhoor? Kun je die oude niet oppakken? Zo gaat het niet. Hé, we zijn hier in Nederland, ja? Dit is Holland. Ik heb hem de kwestie voorgelegd. Het is nu aan hem om te besluiten of hij iets komt vertellen van wat hij weet. Zo gaat het. Thuisverzorging wel zo wijs is. Beseft u wat u zich op de hals heeft gewoon in een verpleegde huis? Niet luisteren, Heb ik op het kantoor ook zo vaak last van mensen die niet luisteren. Uw vriendin is bij deze aanval 30, misschien 40% achteruit gegaan. In één klap. Dat noemen ze een sjoep, hè? Dat de zenuwen laten afweten. Ja, en nog zo'n klap. En de ziekte is de eindfase ingegaan. Luistert u? Ik luister wel. Nee. Ja, ik kom. Fijn dat u zo... Je was bij het restaurant van Cao Xiu. Ja. Wij moeten Mintan vinden. Weet jij waar Mintan is? Mintan. Ik weet niks van Mintan. Niemand weet iets van Mintan. Ik hoor dingen voor jou. Dat is de afspraak. Met dingen van Chinezen. Dat is niet de afspraak. Dat weet je toch? Dat weet ik, ja. Ik weet wat we afgesproken hebben. Maar Hok, heb ik je ooit belazerd? De dingen die je zei, heb ik je ooit laten zakken? Je kunt me vertrouwen, dat weet je toch? Mintan is gevaarlijk. Goed, wat weten we? Onderzoek in het restaurant, verhoren, het heeft allemaal niks opgeleverd. Buurtonderzoek? Niks. En Cao Xiu, wat weten we van Cao Xiu? De man van de keuringsdienst van Waren kwam. En toen is hij de ijskast ingevlucht en dat werd hem fataal. Hij heeft een hoop illegale in dienst, verder weten we niets. Sorry hoor, maar ik weet gewoon dat ik Mintan Cao Xiu heb zien staan bedreigen en afpersen. Ik weet dat Cao Xiu vermoord is en ik weet dat Mintan achter die moord zit. Weten we dat gewoon of weten we dat echt?
Wat weten we niet? Ik vind dat we die informant van haar moeten runnen van de scheur. Het is haar informant. Weet waar Mintan is? Wat moet dat? Sjaze, we zijn op zoek naar een Chinees, een Mintan. Ik heb hier wel een container Chinezen, maar of daar Mintan bij zit, dat weet ik niet. Waar staat hij? Ja, kom maar. Kom er maar uit. Blijven ze hier dan een paar dagen? Ik ga een telefoon. Maar zo'n toon heen lijn, hou toch al. Ik belde je aan de. Worden die gasten nou meteen over de grens gezet? Met het vliegtuig. Met mijn belastingcenten zeker. Dat is 1509, kraan nummer 1. Ja, oké. Geen Mintan? Nee, geen Mintan. Zitten we met deze zielepoten? Nee, we hebben altijd brood mee. Waar is dat brood? Brood? We nemen altijd zelf brood mee. Waar is dat brood? Zeg, je moet bij hun zijn. Dat zijn illegale. Wij werken hier gewoon. Tom, breken ze allemaal in. Hoezo? Betrokkenheid bij mensensmokkel? Dat brood zit in de lokkers. Niemand. Chufana, niet je toch haal. En wij dan? Morgen weer een dag, hè? Waar sta je dan? Met je blauwe ogen en je blonde haren. Ik schaam me dood. Lekker. Ja, lekker. Die tip van die container. Tip over die container. Over die container. Ja, die tip. Die kwam zeker van jouw informant. Nee. Oh. Je hebt hem op spiertje getrapt. Dat doet ouwe. Het ook wel eens dat je de sleutel in het slot van je voordeur steekt en dat je denkt, hoefde ik maar niet naar binnen te gaan. Ik ben wel eens een paar nachten niet thuis geweest. Waarom zou ik ook? Ik heb hier alles. Bakvoer voor Nordholt. Magnetron, water, brood. Ja, nu is alles anders. Nu heb ik iemand thuis. Nou ja. Heb ik iemand? Ik heb iemand thuis. Vroeger was ik een zwerver, toen kwam zij. Nu ben ik een keizer. Dat doet me denken aan een oud Chinees verhaal. Over een zwerver en een prinses. En gaat die prinses in dat verhaal ook dood?
Ik ga niet dood. Ik zou wel willen. Ik ga niet dood. Kom, ga met me mee. Even een stukje lopen. Nee, door jou. Pak je aan het hengt hier. Deze doos, de 100 uitnodigingen aan die die mij begaven. Ik was zo kan zeggen, toch? Dat poutje laat hangen, hè? Een zakdoek om me uit te zwaaien en een snoepje voor na afloop. Je ziet me. Hé, Pinka. En wie bent u? Ik ben een zwerver. Maar ik heb wel een huis. En in mijn huis heb ik een prinses. La Longhane. Ik wil een koninkje, hij ook een. Nee, een koninkje. Ik kies iets te zeggen. Uw prinses, van welk jaar is ze? Anna is van het jaar van de slang. Serintje zei hoe vrouwen. Het is nu weer het jaar van de slang. Het zou goed zijn met de liefde. Ik ben bang dat Hanna het eind van het jaar van de slang niet haalt. Ze emigreert naar de andere oever. Haar emigratie zal mooi zijn. En wacht haar op met blijdschap. En de zwerver? Lao Longhan, zei hoe dan moet je Lao Long na. Je kan je voelen he. Wat je kan Lao Longhan dan wel een kongje gekoetje bij de tien. De zwerver die zou er goed aan doen om niet meer te zwerven. En als je wilt, vertelt hij je nu het verhaal over de zwerver en de prinses. Ja. Even mee naar het bureau om een babbeltje te maken. Nee! Nee, nee! Nee! Kom mee, Jenna! Kom mee! Ja, wat chan? Wat boeken li chan? Wat ik een liu chan? Liu, ja. Kom maar. Liu! Liu! Wat ik een liu? Hé, wat flik je me nou, man? Jij nou? Ja, bedenk je dat er gebeurt? Als ze erachter komen dat hij hier is geweest, wat denk je nou? Die tip van die container, die kwam van hem, ja. Ik heb het je gevraagd en toen zei je nee. Kaufman, kom even. Kom. Jij ja, haalt hier een Chinees naar binnen. Die vinden ze even later dood in een koelkast. Kan jij niks aan doen. Ongelukje. Vervolgens breng je hier een Chinees naar binnen. Kan jou het schelen, er lopen er miljarden rond. Maar toevallig is het wel een informant. Correct? Of lul ik aan mijn nek? Een informant van Liu. En die pak je op zonder toestemming te vragen. Daar hebben wij hier wel een naampje voor. Hij is onze enige link. En dan komt het Openbaar Ministerie ons ook nog met een bezoekje verrassen. Kan het hier dan ook niet één dag meer vraag ik niet. Oh, onze lieve Geertje, geef mooi weertje. Geef een mooie dag dat het zonnetje weer schijnen mag.
Hij luistert niet. Niemand luistert. Jullie houden te veel van rotzooi, hè? Ik heb illegale Chinezen, ik heb een bevroren lijk, ik heb een afpersingszaak. Maar dat is niet mijn rotzooi. Waarom wordt die rotzooi niet opgeruimd? Waar komt het OM voor? Voor mij? Voor jou? Nee, nee. Nee, hoor. Ik wou dat ik geen suiker had, maar Gilles de la Tour had. Ik hoop wel op enige medewerking. Ja, zo niet. Dan ga ik mijn gang zonder medewerking. Dus heeft u enige betrokkenheid van uw collega Liu Xia gemerkt? Betrokkenheid? Bij wat? De Chinese onderwereld. Pardon? Nee. Hoe kwamen jullie dan zo snel bij die haventoestand? Die werkers hebben gebeld. Die hebben niet gebeld. Vraag je, hebben jullie die havenwerkers gebeld om te vragen de politie niet te bellen? Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee. Hoe weten jullie dan zo zeker dat ze niet gebeld hebben? Ze hebben niet gebeld. Oh, want het verhaal gaat namelijk... Laat ik het nou wat puntiger formuleren. Het gerucht gaat namelijk dat het Openbaar Ministerie wel vaker havenwerkers vraagt om niemand te bellen, zeker niet de politie, als er illegalen worden gevonden. Maar om die illegalen gewoon te laten doorstromen, als het ware, naar bijvoorbeeld Engeland, bijvoorbeeld Dover. De dood en gevolgen hebben. Ja, niet de dood van het Openbaar Ministerie natuurlijk. Het Openbaar Ministerie is niet dood, het Openbaar Ministerie leeft. Maar waarom het Openbaar Ministerie dit doet, dat is mij dus... Mijn naam is Van der Scheur overigens. Voor waarheidsvinding, daar gaat het om. Waarheidsvinding, gelukkig. Wij hebben die container gevolgd om Min Tan en zijn organisatie in de val te laten lopen. Wij verdenken Min Tan namelijk van mensensmokkel. Dus hadden wij die container graag nog een beetje in de gaten gehouden, totdat Min Tan was verschenen. Maar nu uw collega's hebben ingegrepen, kunnen wij fluiten naar Min Tan. En dat vinden wij heel vervelend. Ja, u zegt het. Die informant in de kelder, heeft die u getipt over die haven-Chinees? Hok Ong heeft hier niets mee te maken. Hok Ong. Mevrouw Tja, wij mogen Min Tan dan nog niet gepakt hebben, maar wij zitten hem dicht op de huid. Wij zijn doorgedrongen in zijn omgeving. En daar luisteren wij het telefoonverkeer af. En een van de telefoontjes die we hebben afgetapt was met uw informant, met Hok Ong. Wij willen hem spreken. Mevrouw Tja, u moet uw bronnen beschermen, dat begrijp ik allemaal best, maar ik vrees dat dit niet langer kan. Begrijpt u dat? Met een klootzak, Tom Kaufman. Ze begint al net zo te klinken als iedereen hier. Dit is mijn informant. Je had met mij moeten overleggen. Hey, ik heb jou gevraagd of die tip van hem kwam. Heb ik dat gevraagd of heb ik dat niet gevraagd? Ja. En heb jij toen nee geantwoord of heb je toen geen nee geantwoord? Ja, ik heb toen nee geantwoord. Nou, hoe moet ik dat dan verdomme weten als jij die dingen geheim houdt en mij niet vertrouwt? Hok Ong gaat mee naar mijn bureau. Ah, we hebben nog wat informatie nodig. Oh ja? Hij moet eens gaan lullen. Hoe denkt u dat te bereiken? Als hij praat, is er niks aan de hand, meneer. Vindt u dat beleefd? Ik wil daar niet gewoon. Ha? Maar ze niet van nou, London. Ik word helemaal afhankelijk van je. Dat wil ik niet. Ik ben al 2 dagen afhankelijk van jou, weet je dat? Als jij nou ook van mij afhankelijk bent, dan kunnen we samen afhankelijkheidsdag vieren, weet je wel? Henk, serieus? Nee, ik ben serieus. Ik heb al mijn kruid verschoten. En dat dacht ik gisteren, toen ik daar lag, lang uit. Nou heb ik al mijn kruid verschoten. Michiel Adriaansson de Ruiter. Blauw geruite kiel, het grote wiel. Oh, die?
In een blauw geruite kiel staat hij een grote wiel. De ganse dag. Je had ook zijn kruid verschoten met de Barbarijse zeerovers in zicht. Hadden ze het hele dek volgesmeerd met boter en met olie, zijn ze in het vooronder gaan zitten en die Barbarijse zeerovers maar enteren. Glad, joh. Lachen. Onze gouden eeuw, Anna, de gouden eeuw. Gouden eeuw. Zo, thee. Nou ja, thee. Ja, ja, thee. Kwan ze ooit hoi, zei ze jou toch? Zijn wan chin wan gong. Tu thao lê. Yau mai. Hoi yan hoi ke. Een goed mens die van geld houdt, weet goede manieren om aan geld te komen. Een slecht mens gebruikt elke manier. Juist. En wie is een slecht mens, bijvoorbeeld? Ming Tan. Ming Tan? Ming Tan is zeer tau. Gao xiu hai kui ga zuo sou. Gao xiu bi ding si. Dan wij kui kin door chai lu tong kui hang. Ming Tan is een slangenkop. Hij is een koppelbaas. Hij levert illegale aan Xu. Xu wordt weer uitgebuit door Ming Tan. Ming Tan ziet Xu bij de politie. Xu moest dood. Lai Ming Tan. Wo zhou jin. Wo men pa kui. Wo ho bi yu pa kui. Ah, kui yan zha de. Arresteer Ming Tan. Ik wil getuigen. Ik ben niet bang. U verdient een standbeeld. Dat was Zegveld. Hokong is doorgeslagen en daarna vrijgelaten. Hij zou je toch bellen? Kong Sifu, wat de hoi ping do wan Ming Tan. Zij hoppa. Zij hoppa. Hou het ruim best. Godverdomme, die thee is niet om te suipen, ze. Voor vrouw Hanna. Vrouw van het jaar van die slang om te slapen. Sorry, mag ik even? That's possible if you tell us where we can find Hok Ong. If you don't, we will arrest you. Hey, waar ben je nou mee bezig? Waarom doe je dit? Chinese ruilhandel. We kunnen hem nu arresteren en dan maken we Zegveld van het OM ontzettend blij. Maak me liever jou blij. Met Hok Ong. Prinses werd keizerin. En ze zei, vanaf nu zal het elke dag feest zijn. Als een nieuw jaar. En waarom ook niet, want we zijn nu keizer en keizerin. Maar ja, niet lang daarna stierf ze. Maar dat was een ongelukskind. En de keizer, ja. Die leefde nog heel lang.